Hilversum, want hier binnen staan de boys, want ja, we gaan met hun mee naar 538. En ze vinden het natuurlijk super spannend, omdat het live op de radio is, waar duizenden mensen naar gaan luisteren. Dus we gaan wel even de situatie peilen, of ze zenuwachtig zijn. Even kijken hoor. Oh, daar staan ze. Zijn jullie een beetje moe? Beetje. Ja, we beginnen nu wel een beetje moe te worden. Maar we moeten zo wel alert zijn voor live op de radio. Hey, rust, camera staan. Zie je hoe gefocust ze zijn? Helemaal ADHD. En dit moet de radio op, hè? 538 gaan we mee. Wat zijn jullie aan het doen? Is dit een spel? Ja. En dan elkaar zoenen. Lesje draaien? Ja. Spin the bottle. Dat deed ik vroeger al. Spannend. Ja. Hey. Hoe gaat het? Goed. Even een bakje koffie. Weer een nieuw jasje. Ja. Oh mijn god, weer een nieuw jasje. Vind je ervan? Leuk. Heel leuk. Force. Ja, we hebben een. Oh! Nee. Oh, jawel. Force. Ik heb die dingen ook. Wacht. Ja? Luca maakt even een selfie. Nee, lukt niet. Groep is vroes. 60. Naar Chicks. Hij stuurt ze naar Chicks de hele dag. Nee, niet naar Chicks, dat is meer fout. Nee. Wat? Naar één. Naar één? Nee, sorry. Hallo, heb jij nu een... Ik heb geen chick. Ja, maar je zegt het. Ja. Hij stuurt het naar één chick. Dus wie? Naar één chick, dat kan. Maar wie is die chick dan? We willen ook weten. Zwijgen het. Maar maak ze dan niet meteen een printscreen? Dit is geen fan. Jullie weten iets wat niemand anders nog weet. Wat weten wij dan? Jullie weten de naam van jullie band. Kort en krachtig. Ja, dat is een goede beschrijving. Kort en krachtig. Ja? Dus hij is kort. En krachtig. En hij is krachtig. Jongens, ik krijg hier nu wel een lijst. Hebben jullie die ook gezien? Van alle fans die allemaal ideeën hadden gehad voor boyband namen. Nee, die zouden we te zien krijgen. Next Level. Die bestaat al. Die bestaat al. Bestaat die al? Ja. Zielig. Echt? Ja, dat pas ik wel bij. Hey, check deze. Ha, gay! Ja, maar niet zo. Wat is dat? Ken je het toch van, wat is het? De community. Hangover, ja. Hangover, ja. De Toonies. De Tonies. Ja. De Tonies. Mijn idee was dus de Looney Tones. Delicious Dudes. De kippenkontjes. Ja, DD. Hey. Oh my god, daar is DD. White Spot. Out of the Blue vind ik ook nog wel grappig. Ja. Zijn jullie nu blij met jullie eigen namen? Ja, als we dit zien. Ja. Kort en krachtig. Voor puur. Even los, er zaten best leuke namen tussen hoor. Ik vond Tone & Co. Maar we pakken natuurlijk nu de gekke eruit. Aanstaande vrijdag krijgen we de naam te horen tijdens de live show van de boyband. Ja, super spannend. Ik ben echt heel erg benieuwd. En volgens mij moeten we nu gaan, want ze gaan naar 538. En wij gaan mee! Yes. Radio 538. Ja, schat. Het lijkt me leuk. Hi mama, leuk dat je kijkt. Dit is Toon. Nou, jullie zijn wel helemaal hyper. We staan nu in de gang van Radio 538. We gaan nu naar binnen, maar we mogen niet naar binnen. Nee, we mogen aanbellen. Niet. Nee, schat, die man die ziet ons al hoor. Oh. Toch? Stefan? Stefan! Oh ja. Dankjewel. Oh. Wow, wat is hier groot? Al die schermen. Druk ze op een knopje. Ja, zou ik op die grote rode drukken daar? Oh, en Nick Schilder zit al even lekker te chillen. Oh ja. Kijk, je ziet hem als het goed is. Daar zit Nick. Oké, Lies, je hebt camera 2. Ik zet camera 1 aan. Nee, ik zou camera 5 en 7 doen al. Nee. Jongens, we gaan live in 5, 4, 3. Nee, wacht. In 3. Jongens, we gaan live in 5. 4, 3. Ik wil nog nooit een regisseur dat zien doen. Dit is nu de studio. En Nick is al lekker aan het jammen. Hi Nick. Hoi. Wat ga je voor ons spelen? Nou, ik ga niet alleen niet spelen. Samen met die jongens. Ja? Ik heb de eer, het voorrecht, het privilege om de jongens te begeleiden. Het wordt best bijzonder, want we hebben ze nu echt
natuurlijk steeds op een hele spectaculaire manier gezien in de studio. Ja. Heel veel licht en choreografie. Dans, ja. Dans, vette band eronder. Nu is het gewoon één gitaartje. Heel intiem. Heel intiem ineens. En meerstemmige zang. En kunnen ze dat? Nou, kunnen ze. Ja. Ja. Nou, ga dan even oefen. Lekker oefenen. Ja. Heel veel succes. Thanks. Succes. Jullie pakken hem dan even eigenlijk. Am I better off dead? Am I better off a quitter? They say I'm better off now than I ever was with her. As they take me to my local down the street, I'm smiling but I'm dying, trying not to drag my feet. And my mates are all dead, trying to calm me down, cause I'm shouting your name all over town. Swear if I go there now, I can change my mind, turn it all around. And I know that I'm drunk, but I say the words, and she'll listen this time, even though they're slurred. So I dial the number and confess to her, I'm still in love, but all I heard, oh, I got nothing, nothing. Oh, I want it work. Toch zou lief willen zijn om jouw boys aan ons over te dragen en dat we ze even het vuur aan de schenen leggen. Absoluut, ik maak plaats. Nou, dan gaan we dat doen. En we beginnen we even bij Jamie. Waar is Jamie? Kom yeah. Bij, kom er maar. Yeah. Hebben jullie ook favorieten of niet? Oeh, ja, ik moet. Ik vind Ken wel heel erg komisch. Gewoon vanwege zijn ontzettende coole kikker-uitstraling. Het glijdt ja, allemaal vind, zo van hem af. Ik vind het dus heel moeilijk te zeggen, want ja. Ik vind ze allemaal wel vrij cool en collected. Nou ja, glijerig als je het zo wil noemen. Boyband-ish. En ik moet zeggen, ik vind Toon ook wel een verrassing. Gewoon qua hoe die hier binnenkomt. Weet je wel, hij ziet eruit als een boerenjongen die in één keer rockster is geworden. Ja. Dat vind ik gewoon, ook cool. Zo'n Hollandse. Ja, hij heeft wel de grootste transformatie gehad, denk ik. Ja, zeker. Eerst in pakken, nou dit. En jullie weten natuurlijk alles van muziek, dus denk je dat Nederland meer op een boyband of een girlband zit te wachten? Cool. Ik denk boyband. Ik denk girlband. Ik denk boyband, omdat er gewoon heel veel, weet je, als je kijkt wat nu hip is. Heel veel meisjes zijn dol op Shawn Mendes en die gaan allemaal, zijn allemaal dol op Amerikaanse en Engelse artiesten. En er moet gewoon weer een groep Nederlandse jongens zijn waar de meisjes weer een beetje op kunnen. Ja, maar die was er en de laatste is natuurlijk gestopt. Dat zijn de jongens van Main Street. Die zijn onlangs nog gekapt. Ah, maar we moeten een volwassen boyband hebben. Maar waarom denk jij dan girlband? Nou, ik zou zelf gewoon liever een girlband zien. Ja. Dus dit is jullie station? Hier gebeurt het allemaal. This is where the magic happens. The mothership. Hoe lang zitten jullie hier per dag? Okay. 3 uur. 3 uur in deze ruimte. En ik heb toevallig hier vanmiddag ook al 2 uur gezeten. En dat leuk. Hoe lang duurde het om dit allemaal uit je hoofd te leren wat dat is? Nou ja, dit was eigenlijk. Wij zijn natuurlijk echte radioliefhebbers, dus wij wisten dat eigenlijk al voordat we hier 1 seconde de. Klap even het geheim. Ja, het geheim is dus. Oké. Okay. Mag ik op een knopje drukken of niet? Ja. Je mag een willekeurige knop van die uitkiezen. Maar dan ga ik natuurlijk voor die hand. Ja, dat heeft geen zin. Ja, die heeft dat is stom. Oh, dat is stom. Kies een andere. Oké. Okay. Smoke weed every day. Kijk. Ah, goeie keuze. Oh, leuk. Je had ook nog voor het applaus kunnen gaan. Of voor de toeter. Oh, wat heerlijk. Oh, wat ik wil dat ik thuis hebben. Gewoon lekker mijn hele leven opleuken. Dus dat, nee, maar. Je moet het wel even schoonmaken, zie ik. Ja, maar dit komt omdat iedereen hier is. Er maar één ding aan de hand. Ja. Van je af is harder. Ja. Dat is eigenlijk het enige wat belangrijk is. Van je af. 40 seconden nog, jongens. Oké. Okay. Oh. Ik denk dat wij dan weg moeten. Jongens, succes. Dankjewel. Ga jij maar even drummen, schat. Oh, die apparatuur. Ze gaan nu live en wij kunnen hier meekijken. Oh. Mannen, succes. Oh, hoe ging het? Lijkt net de vrouw. Dit is de girlband. Ja, dit is de girlband. Dit is de girlband. Hoe was dit? Dit is de girlband. Bedankt voor de
Gruwelijk. Gewoon op een keer bij fucking buiten. Ik vond het echt te lit gewoon. Ja? Alliteration. Ik moet het één keer terug horen om te kijken hoe het... Ja, dit wil ik ook echt. Maar waren jullie zenuwachtig? Nee. Het voelde vandaag gewoon alsof het gewoon lekker was als repeteren. Ja. Een grote punt. Oh, leuk. Ja, bedankt. Thanks. Ik mis de beschrijving. Doei, Montagus. Bye. Doe maar. Dank je. Nice. Ben je het aan het terugluisteren? Ja. Klinkt echt fucking hot. Ja, ik kwam net zo gehyped die studio uit. Ja, maar ik ben ook zo blij. Maar wat vind je dan vetter om te doen? Dit zo heel intiem met zo'n akoestische gitaar. Of dat podium met allemaal mensen. Nou, het en die hele show eromheen. Het vet aan het podium is dat gewoon, zeg maar, het is, ja, het is natuurlijk nog steeds groot, maar het is vrij intiem. Je ziet de mensen die om jou juichen. En hier heb je gewoon het idee, oh shit, er luisteren nu gewoon een miljoen mensen naar mij. En die gaan mij even beoordelen, want dat is gewoon zo namelijk. En dan, ja, het is zo gaaf. Dus, ik luister altijd, ik zit uren in de auto, natuurlijk naar Hilversum de hele tijd. Altijd staat 50 achter. Ja? Altijd. En nu ben je zelf. Luister, ja, nu ben ik er zelf gewoon geweest. Oké, dit was dus 538. Aanstaande vrijdag is de eerste live show. Yeah! En dan wordt ook de naam van de band bekend. Ja, dus spannend. Heel spannend. Kijk, had ze